Ja. En het laat zien hoe verbonden het Marxisme was met de deep state. Al decennia en nog steeds. U rondt af, meneer Baudet. Nou, die mensen dus die nu weglopen. Ja, die mensen, de erfgenamen van deze misdadige ideologie. Die de Franse en Russische revoluties heeft veroorzaakt. Een ideologie die zich transformeerde tot cultureel marxisme in de tweede helft van de 20e eeuw. Die mensen hebben de agenda van het moderne globalisme bepaald. En ik kan niet begrijpen waarom de leden van het kabinet nu weglopen. Het is een feit dat Sigrid Kaag aan het Sint-Anthony's College in Oxford heeft gestudeerd. En het is ook een feit dat dit een perfect voorbeeld is van de verbondenheid van geheime diensten, marxisme en de recrutering van de mondiale diefsteen. Ik schors de vergadering even voor een moment.